Goedemorgen en welkom Goedemorgen. Bij Vlogmas dag 3. Het is 11 uur of zo, denk ik. Het is 11 uur. Maar het was deze nacht 2 uur, want we hadden vrienden, één vriend over, Leander. En we zijn tot 2 uur 's nachts wakker gebleven, PlayStation gespeeld. Dus we mochten wel een beetje uitslapen, hè. Mm-hmm. Nu hebben we ontbijtjes gemaakt. Als onze ontbijtjes op zijn, gaan we inpakken. En dan gaan we naar... Surprise! Nee. Naar Surprise gaan we. Surprise. We gaan naar... Brugge. Here we come. Here we come. We gaan vandaag en morgen naar Brugge. Super fijn. Yeah. Kijk je er naar uit? Ja, dat is toch de meest gezellige stad in Vlaanderen, zeggen ze altijd. Ja? Ja, maar dat is al voor mij al heel lang geleden dat ik daar ben geweest. Ja, voor mij ook. Dus dat gaat wel fijn zijn. Dit is ons ontbijtje, groene thee allebei. Ik had geprobeerd om een... Ella. Ja, dat was een hekske. Ik heb geprobeerd om een omelet te maken, maar het is mislukt. En er zitten ook tomaatjes bij. En 30 gram brood. We wegen alles af voor ons schema met Dylan. En vetten, dat zijn amandelnoten. Sam heeft hetzelfde, alleen heeft Sam 2 eigele en zijn ei is veel mooier gelukt als mijn. Oei, ik heb allemaal haar aan mijn brood. Ja, ja, Milky liep daar net over. Oh, oh great. Pak nieuw brood. Dank je, schatje. Jullie best ever. Alsjeblieft. We zijn vertrokken. Sam wil ondertussen drinken bestellen, dus gaat aan die bar staan, maar er komt maar niemand. Sam gaat naar het wc. Ik ben aan het wachten totdat er iemand een bestelling kan opnemen, niemand. Niks ook niet. Toen zijn we terug buiten gegaan. En toen zei die man zo, is die niet goed? Is die niet gezellig? Zo'n werkman die er zat. En ik zei, oh jawel, maar we moeten door. Maar er was gewoon niemand die onze bestelling kwam opnemen. Die mannen keken gewoon zo. Dat was een bug, hè? Ja, echt heel vreemd café. Maar oké, okay, we hebben wel weer pipi gedaan. Moeten we nog 37 minuutjes rijden? Ja. Wij zijn aangekomen in Brugge. Dit is onze hotelkamer. Het is wel zo in een oudere Brugge-stijl. Ja, dat is zo'n oudere stijl. Maar het is wel nog gezellig.
En ik had dit via vakantieveiling 2 jaar geleden of zo al, denk ik, is gewonnen. Dus ik moest dat nu nog opdoen voor december. Dus ik dacht, dan gaan we daar nu even naartoe. Maar ik ga jullie de kamer laten zien. Hier is de deur, hier kom je binnen. Hier is een gangetje. Dan zie je dit. Hier zijn kasten. Niks speciaal. Spiegel. Wassen. Sam. De wc is al uitgetest. Heb je pipi gedaan? Ja. Hier is de badkamer, die is best wel groot. Hier heb je het toilet. De pompenbak. Spiegel. En een bad. Woehoe, bad, douche. Dus, jij. Dan hebben we hier de minibar die wij gevuld hebben met al ons eten. We hebben zelf eten bij. Hier hebben we een bureau, tv, tafeltje en hier is het bed. Het is best wel een ruime kamer eigenlijk. Hè? En ons uitzicht is niet zo speciaal, denk ik. Nee. Maar we hebben wel een terras. Maar ja, het is toch te koud. En mijn naam staat op het scherm. Welkom Talisa Loop. Woehoe. Wow. Jij niet, jij bent niet welkom. Ik ben niet welkom. Alleen ben ik weg. Ja, doei. We gaan lekker gezellig dineren met ons twee. Allee, dineren, nee. Middag eten eigenlijk. Middag eten, ja. Ja. Dus we hebben groentjes. We hebben broccoli, mm-hmm. Sam heeft ananas en we hebben boterham met kippenwit. Ik heb asperges, denk ik. Kip. En ook broodjes met kippenwit. Yummy! Ondertussen in een bruin brugscafeetje. Ja, we wilden naar de Jungle Bar gaan, maar het ging sluiten of zoiets, dus het is wel heel gezellig. We zitten aan het raam en nu zitten we bij een Thais restaurant voor onze cheat meal. Ik heb wat Thai en Sam heeft kip. Fried chicken. Wij zijn terug op de hotelkamer. Hebben we een bad? We hebben bij de Body Shop zo'n kleine bedboom gekocht. Ben je klaar voor? Ja. Oh. Je ziet de banaan hier door de aanwasending. Maar dus tot straks! Amai. Je stikt me aan. Mm. Het is 2:30. Mm-hmm. Gaan slapen. Slapen? Mhm. En gisteren was het ook al 2:00 en eergisteren was het ook al 2:30 of 1:00. Mhm. Oh, maar dat mag niet van onze gewoonte worden, hè? Nee, zeker niet. Dat is kei slecht. Ja, oké. Okay. Dat was toch leuk? Ja, we hebben Black Mirror gekeken. Mhm. Dus ik dacht dat ik dat wel goed ging vinden. En ik vind het inderdaad wel goed. Ja? Ja, ja, what the fuck? Echt wel zo'n mindfuck. Dat is wel een goede samenvatting, ja. Serie. What the fuck. Ja, we hadden in de week de film gekeken. Cam noemt die. C-A-M. En die vond ik heel goed. Was ook echt what the fuck.
film. Zo'n mindfuck film in deze serie. Ja, was ook wel echt wel. Echt wel vet. Check it out. Ja, een beetje hetzelfde show zo. Ja, een beetje wel, ja, inderdaad. Ja, ik vond het wel goed. Maar oké, het is tijd om te gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Vlogmas, eigenlijk. Ja. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen voor Vlogmas dag 4. Slaap wel en tot morgen.